Welkom bij Rijnmond. Rijnmond helpt ouderen zodat zij kunnen videobellen met familie. Ja, ik ben blij dat je het ziet, hè? Ja. Want ik mis je wel, hoor. Overslagbedrijven in zwaar weer. Vanaf februari zijn we begonnen te zien dat er minder tonnen kwamen naar de Rotterdamse haven. Winkeliers dragen aanvoerdersband voor afstand en eenheid. Het belangrijkste is de gezondheid. Laten we gewoon die 1,5 meter afstand houden. Dan komt uiteindelijk wel een keer goed. Morgen duidelijk meer bewolking met verspreid over de regio een bui. Een maximum temperatuur van 16 graden. Zondag dan weer volop zon en droog. En dan wordt het 19 graden. Meer weer op Rijnmond.nl. Welkom bij Rijnmond. We zijn nu iets langer dan 3 weken bezig met Rijnmond Helpt. Ja, dat is helemaal super, alleen we zijn er nog lang niet, want er staan nog heel wat hulpvragen open. Ja, Sander de Kramer die duikt zijn fantastische auto in om vandaag weer wat mensen blij te maken. De senioren van verpleeghuis De Wetering hebben hun familie al wekenlang niet gezien. Want door de coronacrisis zit alles potdicht. En dus gaan wij ze tablets brengen, zodat ze kunnen beeldbellen met hun geliefde. Hoe mooi is dat? We hebben een brief gekregen van Denise en die heeft die tablets aangevraagd voor de ouderen in haar wijk. Maar ze weet nog niet dat ze in de prijs is gewonnen. Denise! Hey, hoe is het? Goed. Je hebt een brief geschreven. Klopt. Hey, je raadt het nooit. Maar ik heb iets achter mijn rug. Oké. De tablets. Oh, gaaf. Hey. Geweldig. Ja. Hoe denk je dat ze het gaan vinden? Ja, heel leuk. Ja, en verrast denk ik. Zeker. Zullen we ze gaan brengen? Ja, kom op. Goedemiddag, gaan we. Goedemiddag. Surprise, surprise. Ik had een oproepje geplaatst bij Rijnmond Helpt. Toen stonden deze heren ineens voor mijn neus. Middag. Met 5 tablets. Hey. Draak. Ik heb alleen... Hoe is het voor de opa's en oma's en ook voor de familie om elkaar niet te kunnen zien? Nou, voor familie is het zeker heel erg moeilijk. Hè. Soms kan je elkaar niet eens zien als je dus inderdaad op de derde verdieping zit of aan de andere kant. Is de afstand heel erg groot. Nou, deze mensen hebben natuurlijk toch vaak al wat zichtproblemen. Dus dan is het heel lastig om dat contact te krijgen. Nou, lage 5. Heel veel succes ermee en plezier vooral. Ook. Ja, nee, 1000 maal dank. Echt 1000 maal dank. Echt, dit is gewoon onbeschrijfelijk. Hey, geweldig. Dankjewel. Dag Denise. Hey, doeg! Doeg! Klein raakje van me. Stiekem uit. Ja, sorry. Het is het mooiste wat er is. Mensen blij maken. Heb je nou ook een probleem of ken je iemand met een probleem? Ga dan naar de website rijnmond.nl en stuur een berichtje. En wie weet, kom ik naar je toe en lossen we het samen op. Want samen kunnen we Rotterdam toch een beetje mooier maken? Ja! Ik ben blij dat je het ziet, hè? Ja. Want ik mis je wel, hoor. Zeg, wat een groot, zeg. Wat een grote beeld, hè? Prachtig. Prachtig. Ja, zwaai maar, ze zwaait. Doei. Zo, je had een biertje besteld. Ja, ik ben hier. Kijk eens. Alsjeblieft. Oh, zo, hoeveel is dat over? 3,75. Alsjeblieft, laat de rest maar zitten. Dank u. Ja, dit hilarische filmpje is helemaal viral gegaan op allerlei social media pagina's. Een filmpje van een Rotterdamse horeca-uitbater uit Hillegersberg die op een leuke manier probeert te hebben over de 1,5 meter samenleving en de consequenties voor de horeca. Maar dat het zo groot zou worden, dat had hij nooit durven dromen. Dat is gewoon te gek natuurlijk, dat je zo'n bekendheid krijgt en radiostations die bellen naar jullie natuurlijk. Ja, en heel veel mensen over de hele wereld die mij berichten sturen over hoe wij dat hier in Nederland aanpakken. Ja, het is, ik denk meer dan 1 miljoen keer wereldwijd bekeken dan. Nu zie je ook horecaondernemers in Amsterdam, hè? Nicolette van Dam, een bekende Nederlander die jullie nadoet. Precies, ja. En hier in Rotterdam zie ik ook al verschillende. Dit wordt natuurlijk wel echt een challenge, denk ik. En heel veel mensen gaan zelf daar ook wel dingen op verzinnen, net als wij hebben gedaan, zeg maar. En ook hopelijk allemaal online zetten, zodat we allemaal een statement maken. Want eigenlijk doen we het allemaal voor hetzelfde. En dat is dat we bang zijn dat het dadelijk helemaal fout gaat natuurlijk.
En dan is dit wel heel erg leuk. Wat is de volgende? Bitterballen gooien naar iemand? Spaghetti is naar voren gekomen. Dat vindt Norman trouwens ook heel leuk om te doen. Want hij vond het sowieso leuk om een glas bier in mijn gezicht te gooien. Hij werkt al 24 jaar bij me. Dus, wie wil dat niet bij zijn baas? Wie wil dat niet bij zijn baas? Nee, ja, spaghetti is ervoor gekomen. Iets helemaal gewoon een complete cappuccino in je gezicht. Nou, we gaan nog wel wat verzinnen, maar we hebben op dit moment nog geen idee. Het moet ook spontaan gaan natuurlijk. Dat is gisteren ook gebeurd. Zo, hoeveel is dat over? 3,75. Alsjeblieft, laat de rest maar zitten. Dank u. De Stichting Vrije Recreatie heeft in een brief aan de veiligheidsregio gevraagd om kleinschalige campings die bij de stichting zijn aangesloten weer open te stellen. De stichting zegt dat campings makkelijk passen binnen de 1,5-meter-economie. Ook bij SVR Camping Zonnehoeven in Oudehoorn zien ze mogelijkheden om ondanks de coronamaatregelen gasten toe te laten op het terrein. We hebben hier hele ruime plaatsen. Mensen zijn buiten, mensen zijn ver bij elkaar vandaan. We hebben een ruim toiletgebouw. We hebben meerdere wc's, units waar mensen terecht kunnen. Dus dat zou hier niet het probleem zijn. En met wat maatregelen denken we dat we mensen juist in deze tijden toch nog even een fijne tijd kunnen bezorgen. We hebben 50 plekken totaal. Deze plekken zijn ongeveer 100 tot 120 vierkante meter. Dus dat is echt best wel ruime plekken. En dat is ook veel ruimer dan bijvoorbeeld de grote vakantieparken en campings. En vandaar dat wij ook echt wel durven te zeggen dat we ons kunnen houden aan alle maatregelen die zijn opgesteld. Dus en stel dat we met 25 plekken open gaan en dus wel 7 tot 8 meter tussen elke plek. Nou, dan heb je helemaal genoeg. Hè? In een supermarkt of bouwmaat of waar dan ook heb je veel minder afstand. Maar met 25 plekken zijn we al heel blij. Ja. Dan kunnen we in ieder geval gaan draaien. Het hebben van een eigen camping stond al jarenlang op het wensenlijstje van Sanne en Gerben. De noodgedwongen sluiting van de camping is voor hen extra vervelend. Slechts 2 dagen voordat de coronamaatregelen actief werden, werden zij officieel eigenaar van de camping. Het was wel even spannend of de overdracht plaats kon vinden, maar dat kon. En toen, ik geloof inderdaad 2 of 3 dagen later, werden de maatregelen getroffen en moesten we dicht. Dus dat was een behoorlijk zure en valse start van onze onderneming. En we hadden er zo ontzettend veel zin in. En als je dan op het punt staat om te starten en we gaan bijna open en je hoort dan dat het niet doorgaat, nou, dat was wel echt ontzettend zuur. Enerzijds kunnen we nu heel veel klussen en doen aan het terrein om straks als open mogen een prachtige camping te tonen. Maar het is dubbel, ook financieel gezien is dat wel een probleem. Ja. Wij zouden voor de zomervakantie zeker open moeten, wil dit onze droom geen nachtmerrie worden. Sombere berichten vanuit de Rotterdamse haven. In de eerste 3 maanden daalde de overslag met 9,3% vergeleken met een jaar eerder. Ik moet eerlijk zeggen, in januari hebben we er niets van gemerkt. Hadden we gewoon een hele goede maand. En eigenlijk vanaf februari zijn we begonnen te zien dat er minder tonnen kwamen naar de Rotterdamse haven. Dit Rotterdamse op- en overslagbedrijf staat model voor de crisis in de haven. Het krijgt door de coronacrisis minder lading uit China en Amerika en stelt daarom investeringen uit en huurt geen uitzendkrachten meer in. Wij missen op dit moment vooral goede die bestemd zijn voor de staalindustrie. Wij doen ook heel veel staalproducten, wat ook veel minder geworden is. We doen ook veel producten die zijn voor de glas- en voor de keramische industrie. En daar zien we dus ook dat er grote fabrieken dicht zijn gegaan, waardoor we dus minder overslaan. De Rotterdamse haven draait nog wel, maar er komen minder schepen en ladingen binnen. En de opslagloodsen en terreinen liggen allemaal vol. Ook hier in de Merwehaven. Ja, je moet het zo zien, als stewardoor heb je nodig een hoge doorloopsnelheid. Dat houdt in de loodsen in, weer snel de loodsen uit, het volgende product erin en dan kan je wat verdienen. In deze loods hebben we dus een mineraal. Zoals je kan zien is die loods behoorlijk vol. Mineraal is opgeslagen eind februari. Zou weg zijn gegaan half maart, eind maart uiterlijk. Ja, helaas ligt er nog steeds. Er gebeurt niets mee. Fabriek is dicht. De havencijfers kleuren de komende maanden nog roder dan ze al zijn. Gevreesd wordt voor een daling van 10-20% over het hele jaar. Erger dan de laatste financiële crisis in 2009. Natuurlijk, men noemt het een crisis, maar ik zie het ook een beetje als een soort oorlog. Het is natuurlijk een strijd tegen een vijand die we niet kennen. Waar we in principe natuurlijk ook geen oplossing nog voor hebben. En ik denk dat we van deze vijand nog lang niet af zijn. Normaal gesproken logeren er in hostel De Mafkees allerlei backpackers. Maar vanwege de coronacrisis fungeert het hostel nu als crisisopvanglocatie. Zo'n 24 dakloze jongeren kunnen in het hostel worden opgevangen.
Vanwege de maatregelen zit de crisisopvang die er nu zijn, dat zijn er twee in Rotterdam voor onze doelgroep, die zit vol. Vandaar dat er plekken nodig zijn. Het zijn jongeren die eigenlijk aan het wachten zijn totdat ze begeleid kunnen wonen. En als tussenstation tussen de straat en die woonvorm kunnen ze dan hier overnachten. En dat zijn ook jongeren die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dus die bij ons arbeidsvaardigheden leren. Zodat de overstap naar betaald werk of naar scholing kleiner is. Om in het hostel de privacy voldoende te waarborgen en de 1,5 meter maatregel zoveel mogelijk in acht te nemen, worden de slaapvertrekken door de jongeren zelf verbouwd. Dat is ook wel een idee, Michael, dat jij hem daar in het midden doet. Dan hebben die zij. Op dit moment zijn we heel druk bezig met het maken van kamerschermen in de grote slaapzaal, zoals je hier om ons heen ziet. Zodat de jongeren toch een beetje een privéplek hebben voor zichzelf. Dan hebben ze gewoon een eigen bed, eigen lokker. Mo is een van de daklozen die momenteel verblijft in het hostel. Hij was een van de eerste die 2 weken geleden binnenkwam. Ja, we hebben geluk hier. Het is beter dan buiten. Buiten is sowieso is niet goed aan coronavirus. Hier binnen is gewoon veilig en gewoon warm. Als je buiten koud hier is sowieso warm. En, De jongeren hadden anders op straat gestaan. Dus het is heel belangrijk dat we dit doen. En wij doen dit samen met Joes. Joes die doet de begeleiding van de jongeren en wij leveren het pand en we hebben dagbesteding vanuit onze organisatie en die bieden we ook aan de jongeren die in de crisisopvang zitten. Dit is voor de 1,5 meter afstand, voor de veiligheid, voor ons allemaal eigenlijk, dat we samen heel snel mogelijk de corona uit het land verwijderen. Schouder aan schouder, samen doen we dat. Dit is hem, de aanvoerdersband die veel winkeliers hier op de Boulevard Zuid hebben gekregen. Een band om elkaar eraan te herinneren dat je 1,5 meter afstand moet houden. Dat we door moeten zetten. En dat ze er alles aan moeten doen en elkaar moeten steunen om door deze onzekere tijden heen te komen. Want ook hier moeten ze de rug recht houden. Gelukkig hebben we hele goede klanten die echt met begripvol met ons meedoen. We hebben ook strepen gezet dat we zeg maar 2 personen maximaal naar binnen laten. Dus wij zijn eigenlijk goed bezig. Ja, ligt u er wakker van ook? Ja, eerlijk gezegd wel. Ons alle gezondheid is heel belangrijk. Klanten krijgen we altijd nog terug, maar inderdaad, dat gezondheid van mensen, van ons, die zit echt de belangrijkste. Dat is uw grootste zorg momenteel? Dat is de grootste zorg, inderdaad. Echt. Dat gaat redelijk. Ik denk dat iedereen zich er wel van bewust is. En ja, we moeten toch de regels een beetje respecteren. Willen we gewoon open kunnen blijven. En de mensen ook kunnen blijven helpen. Dus het is een ideaalse plan. Ja, hoe beleeft u het? Onzeker. Ik denk dat dat het juiste woord is. Wat ook het gevoel wat bij de meeste mensen denk ik speelt. We weten niet wat er komen gaat. Hoe lang het gaat duren. Wat de impact gaat wezen. Ja, afwachten denk ik. We zullen... Ja, heel veel dingen kan je plannen, maar dit soort dingen kan je je nooit op voorbereiden. Ja, want volgens mij is de helft van de straat hier zo'n beetje dicht, hè, op dit moment. Er zijn heel veel ondernemers die jammer genoeg inderdaad hun deuren hebben moeten sluiten. En daarmee prijzen wij ons ook heel erg gelukkig dat wij nog de mensen kunnen helpen. En euro's mogen aanslaan op onze kassa. Terwijl collega-ondernemers letterlijk geen enkele euro, terwijl de kosten wel gewoon doorgaan. Dus ja, zover mogen wij eigenlijk niet klagen. Bij mij gaat het goed, gezondheid is goed. We proberen afstand te houden. Hè. Dus en, ook af en toe met mondmaskers toch werken. Als te veel, je weet niet wat voor een klant er binnenkomt, hoe je bent. En misschien is die wel ziek. Dus ja. Ik heb ook met zorgmensen te maken die wel in de zorg werken. Dus ja, je weet niet of hun besmet zijn. Dus je moet ook jezelf beschermen. Het gaat goed. De gezondheid is het belangrijkste. En de rest, kijk, als je ziek bent, kun je ook niet meer werken. Laten we gewoon die 1,5 meter afstand houden. Dan... komt uiteindelijk wel een keer goed. De rechtbank Rotterdam oogt heel rustig. Lege zalen, de plek waar normaal gesproken de verdachte zit, blijft leeg. Maar schijnbedriegt, zegt Robien de Lange, president van de rechtbank in Rotterdam. Er wordt heel veel thuisgewerkt, heel hard doorgewerkt. En er wordt hier op de rechtbank ook gewerkt met telehoren. We hebben nu telehoorverbindingen met alle penitentiaire inrichtingen. En dat is natuurlijk aan beide kanten even wennen. Het is voor de advocatuur ook even wennen, maar het gaat elke dag beter. En soms nog met horten en stoten, maar het gebeurt wel. Deze week heb ik voor het eerst zitting gedaan, hier thuis aan mijn eigen keukentafel.
in zaken die niet kunnen wachten. Daarbij gaat het om mensen met ernstige psychische problematiek of met dementie. En thuis, ja, daar zijn ook de kinderen. Strafrechter Jacco Jansen had daar een bijzondere oplossing voor bedacht. Thuisonderwijs en ook meteen studiemateriaal. Zijn kinderen spelen een rechtszitting na met Jacco Jansen als verdachte. Maar al met al ben ik heel positief over hoe het deze week is gegaan. En ik hoop dan ook dat we als rechtbank heel veel zaken op deze manier, in deze moeilijke tijd, alsnog kunnen behandelen. Ja, dat telehoren voor bepaalde raadkamerzittingen die heel kort duren, waarvoor je dan nu, hè, in de oude tijd, mensen uit het hele land hier naartoe rijdt. Ja, daar zie ik ook nog wel wat ruimte om dat in de toekomst ook te doen. Ik weet bijvoorbeeld dat ze op de Antillen dat al doen. Telehoren op afstand. Tot zover welkom bij Rijnmond. Zometeen zie je Rijnmond Sport. Ik wens je een fijn weekend en tot snel. Voor meer verhalen en nieuws uit de regio, kijk op rijnmond.nl of in de Rijnmond-app.